Hoe blij zijn jullie met die eerste thuisoverwinning? Heel blij, maar we hebben onszelf moeilijk gemaakt. Dus we hadden onszelf blijer kunnen maken. Maar ja, hoe had je dat moeten doen dan? Jezelf blijer maken? Nou ja, eerste helft hebben we ze goed onder druk. En je ziet dat we tweede helft, ja, tot we niet meer druk kunnen zetten. Tot we echt vermoeid zijn en dat zij er makkelijk onderuit komen. En ja, heb je dan te veel gegeven in de eerste helft? Ja, dat kun je zeggen, maar ik vind van niet. Je moet gewoon alles geven. En ja, tweede helft moet je dat gewoon doorzetten. Vind je dan ook door die slechte tweede helft, hè, in ieder geval een stuk minder, dat je door het oog van de naald bent gekropen? In principe wel. Je ziet ook dat we nog die rode kaart pakken, wat jammer is. En ja, ja, dan valt het vanzelf terug. Is het een kopie van vorige week uit bij Dordrecht? Goed beginnen en toch wegzakken? Ik zou zeggen van niet, want tegen Dordrecht was het eerste 20 minuten dat we beter waren. En hier waren we gewoon de eerste helft echt beter. Jullie zijn wel bezig, hè? Ook al ging het moeizaam vanavond, om weer datzelfde als vorig seizoen voor elkaar te krijgen. Hè? De Geuzelt als onneembare vesting. Ja, tuurlijk. Van tevoren is gezegd, we spelen de eerste wedstrijd met thuis. Vorig jaar stond het publiek achter ons. Laat dat dit jaar weer gebeuren. En ook in het veld natuurlijk. Hoe was het nieuwe gras? Het was heerlijk om het te spelen. Ja, de eerste 20 minuten moet je ook gewoon 4 goals maken. Maar ja, dat was niet zo. Jammer genoeg. En als ik naar jezelf kijk, je knie staat nog een beetje ingetaped erbij. Hoe zit je fysiek in elkaar? Ja, af en toe heb ik nog een beetje vocht in mijn knie, jammer genoeg. Maar ja, ik moet een beetje rustig aandoen en fitter worden vanzelf. Extra trainen zelf. Dus dat komt wel goed. Tussen de oren zit heel goed volgens mij, hè? Tussen de oren zit heel goed, ja. Ja. Heb jij het idee dat dit ook jouw doorbraak kan worden? Die basisplaats langer vasthouden na al die wisselingen in de selectie? Ja, tuurlijk. En je ziet, ja, ik val dan uit, maar ik moet eigenlijk de 90 minuten dit jaar volhouden. En dat komt vanzelf eigenlijk. En die basisplaats ook? Die basisplaats ook, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.